Vandaag zijn we te gast bij het Vertel College in Ommen. Daar wordt de nieuwbouw gerealiseerd en we gaan eens een kijkje nemen hoe het ervoor staat. Goedemiddag meneer Van Veld, fijn dat u ons wilt ontvangen en u bent vast heel trots op wat er allemaal te gebeuren staat met uw school. Ja, ik ben erg trots. Als ik heel eerlijk ben, ben ik vooral trots op onze mensen, al onze collega's, maar zeker ook onze leerlingen. Wij zijn een school die de laatste jaren enorm is gegroeid. Blijkbaar doen we heel veel dingen goed met elkaar. En als gevolg daarvan zijn we aan nieuwbouw toe. En ook dat nieuwe schoolgebouw wordt enorm mooi. En ook daarop ben ik, eerlijk is eerlijk, erg trots. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het nieuwe gedeelte ook in gebruik genomen? Alles is erop gericht om op 1 augustus klaar te zijn om alle leerlingen van het Vechtel College in Ommen te ontvangen in het nieuwe schoolgebouw. Maar ik bouw het niet zelf, dus garanties hebben we niet. Maar de planning is erop gericht om in de zomervakantie een grote verhuizing op te starten. We hebben hier een maquette. Nou, hier de plattegrond van de school, maar dan in 3D. De Van Reewijkstraat met onze fietsstallingen die al klaar zijn. Hier het plattegrondje van de school zoals het eruit komt te zien. En de fasering is zo dat we dus eerst dit gedeelte gerenoveerd hebben. Dat is eigenlijk klaar. Op dit moment is men hiermee bezig echt iets nieuws op te bouwen. Letterlijk op te bouwen. En de derde fase voor het najaar van 2015 is het feit dat hier gesloopt gaat worden. Klaslokalen gesloopt. En daar komt dan ons nieuwe schoolplein. En aanvullend, ook misschien aardig om het nog even te zeggen, tegen die tijd ligt het ook in de planning dat de stadsboerderij, de kinderboerderij verhuist. Die heeft hier nu nog een plek. Die grond van de kinderboerderij, die mogen wij dan ook gebruiken voor onze leerlingen. En wij denken dat we daar vooral ook sport- en spelfaciliteiten zullen gaan maken. Hier komt dan mooi zichtbaar de nieuwe hoofdingang vanaf de Balkenweg. Om dit gedeelte dus te maken, het relatief eenvoudig was voor ons om op dit moment echt een scheiding te maken tussen het onderwijsverkeer. Dat komt van deze kant de school binnen en hier is op dit moment les. En hier wordt les gegeven en het bouwverkeer van deze kant, de Balkenweg kant, dus de school, het schoolterrein opkomt. En dat verkeer moeten we om veiligheidsredenen uiteraard heel erg scheiden en dat kan op deze manier ook heel gemakkelijk. Zoals u weet hebben we met medewerking van de gemeente ondertussen 4 locaties in Ommen waar nu onze leerlingen zitten. Dat is een locatie aan de Strangeweg. Daar stoppen we mee. Dat zijn de bovenbouwleerlingen. Dat is een locatie hier, Counters, hier tegenover. Ook dat gebouw zullen we verlaten in de loop van dit kalenderjaar. En dan hebben we ook nog lokaal in de Carousel. En het lijkt er erg op dat we die lokaal in de Carousel, als we de nieuwbouw eenmaal hebben, nog steeds nodig hebben. Dus voor een gedeelte zullen er ook daar nog lessen gebeuren. Maar voor het overige zullen alle leerlingen in het nieuwe, totale nieuwe schoolgebouw een eigen plek krijgen. Dus worden natuurlijk eisen gesteld aan zo'n nieuwbouwproject. Ja. Verschilde dat erg veel met de eisen die daarvoor waren? Want we spreken nu over een gerenoveerd gedeelte. Ja. Daar zal ook het een en ander gebeurd zijn. Ja, wij mikken er in onze nieuwbouw op dat we een school zijn waarin die klimaatbeheersing veel beter geregeld is dan nu in ook de gerenoveerde gedeeltes het geval is. Dat is de ene kant van het eisenpakket. Aan de andere kant zitten de eisen rondom hoe wil je nou dat er onderwijs gebeurt in zo'n schoolgebouw. Hoe wil je nou dat leerlingen, maar ook docenten, collega's samenleven in zo'n schoolgebouw. Nou, daar waren wij zelf veel meer aan zet, want daar vonden we natuurlijk wat van. En ook die eisen hebben we in de afgelopen jaren eigenlijk opgesteld. Want we wisten al vanaf 2011 dat er een vorm van nieuwbouw aan zat te komen. U hebt hele mooie plattegronden en dergelijke. Ik stel voor dat we even naar de plattegronden gaan kijken. Wat je hier ziet is die uitwerking van die onderwijskundige eisen die wij hebben gesteld aan het schoolgebouw. Hier zie je de plattegronden van de nieuwbouw. In het gekleurde ziet u de situatie vanaf augustus 2015. Dit is bestaand en zal dus ook blijven. Dit hele gedeelte is in de afgelopen jaren ook gerenoveerd. In 2010 onze praktijkafdelingen, vorig jaar nog een deel van onze aula. Nieuw is op de begane grond dit gedeelte en helemaal nieuw voor onze school is dat we daar bovenop dus 2 verdiepingen krijgen. Dus dit zijn de nieuwe gedeeltes. Daarin staat al aangegeven welke afdelingen waar die gehuisvest worden. Nou ja, dat was voor ons essentieel. We zijn een grote school, zeker voor Ommer begrippen. Zeker voor leerlingen die voor het eerst naar het middelbaar onderwijs gaan. Er zullen hier zo'n 1200 leerlingen les krijgen elke dag.
Dus we hebben nagedacht over de vraag, hoe zorg je ervoor dat die leerlingen dat toch als een school ervaren waar ze zich veilig kunnen voelen, waar ze zich gekend weten en waar het prettig toeven is. Dus hebben we ervoor gekozen om binnen die ene grote school 5 keer een thuisbasis te maken voor groepen leerlingen van 250 stuks. Nou, hoe hebben we dat nu gedaan? Ze hebben allemaal een eigen thuisbasis. Als voorbeeld, leerlingen die bij ons in klas 1 komen, die komen volgend jaar op de bovenste verdieping, waar ze zo'n 70-80% van hun lessen zullen krijgen. En dat houdt in? Dat ze daar hun lessen Engels, Nederlands en wiskunde krijgen, dat ze daar een eigen conciërge ontmoeten, dat ze daar hun kluisje hebben, dat ze daar dus, als het ware, hun eigen school binnen de school hebben. Het idee achter het interieurverhaal van de aula. Die aula namelijk, daar komen alle leerlingen weer bij elkaar. Dus dat heeft een soort verbindend karakter. En we hebben dat geprobeerd ook in de beelden en in de kleuren duidelijk te maken. Want dit is het vechthal. De vecht en ja. Want er komt hier een enorme grote blauwe strook die de vecht uitbeeldt. En verder zie je dus in de lampen dat al terugkomen. Dat is het water. Ja. Dat is het gras in de weilanden, in het groen. Ja. En je kunt het hout ook zien. Dat alle deuren bij ons krijgen straks zo'n houten uitstraling. Nou, we hebben dus gekozen ook voor ander meubilair. En je kunt heel mooi zien dat wij hebben gekozen voor bijvoorbeeld die stationszitjes. Die leerlingen trouwens McDonald's zitjes noemen. En die zijn in de pauzes ook zeer populair, worden ook heel veel gebruikt. En als we even doordraaien kun je ook zien dat die paar leerlingen die nu nog even zitten te wachten op de bus bijvoorbeeld, dat die dus niet meer aan tafeltjes willen zitten, maar liever op alternatief meubilair ook plaats willen nemen. Nou, wij komen dus uit de aula, straks onderdeel van onze aula. En we zitten nu op het grensgebied tussen oud en nieuw, zal ik maar zeggen. Daar is de aula, maar ook hier komt straks onderdeel van de nieuwe aula, omdat dat natuurlijk plaats moet bieden aan 1200 leerlingen tijdens een pauze. Dit wordt dus onderdeel van de nieuwe aula en als we iets verder kijken kun je daar ook zien dat het bouwen ondertussen echt aan de gang is. Nou, de camera zoomt nu in op wat straks de hoofdingang van de school is en de eerste aula zal ik maar zeggen, met lokalen daaromheen. En daar gaan de leerlingen dus ook naar boven toe. Aan de achterkant zie je al 2 muurtjes opgemetseld die onderdeel worden van de trap, die dus de trap naar boven wordt. Want hier gaan we dus op die plek ook letterlijk de lucht in, zal ik maar zeggen. Nou, daar zijn ze nu volop mee bezig. En dat wordt dus helemaal naar achteren toe doorgetrokken met 2 verdiepingen. Nou, en we staan nu eigenlijk precies op die scheidslijn.